Hallo allemaal. Laatste tijd hoor je vrij weinig eigenlijk over klimaat en energie en klimaatbeleid. Deze tijd, het gaat vooral over corona, de afgelopen maanden natuurlijk. Het gaat heel veel over Black Lives Matter, over racisme, discriminatie, gelijkheid. Het gaat over cancel culture. Dus ja, je ziet eigenlijk dat het hele thema, het hele onderwerp van klimaat is behoorlijk weggeschoven eigenlijk. Je hoort ook eigenlijk heel weinig van de Greta Thunbergs en de Frans Timmermans als het om klimaat gaat en energie en wat de plannen daarmee zijn. En eigenlijk wil ik iedereen oproepen om waakzaam te zijn en dat het juist nu tijd is om te verzetten tegen allerlei klimaatgerelateerde plannen. Als jij wil dat jij een mooie, leefbare, groene omgeving wilt houden. Dat je een mooie groene omgeving houdt, dan moet je juist nu jezelf, dan moet je juist nu inzetten op het behouden van jouw omgeving. Want je zou denken dat, ja, waar is Greta nu? Hè? Waar zijn al die activisten nu? Waar zijn al die marsen en klimaatstakingen nu? Ja, weet je wat het hele punt is? Heel veel van hun doelen zijn al bereikt. Er zijn al heel veel akkoorden en allerlei beleidsafspraken gemaakt. En het punt is, die worden nu concreet uitgevoerd. De bouwplannen worden overal gemaakt. Overal door heel Nederland zijn de bouwplannen gemaakt. En je ziet al heel veel plekken in Nederland waar gewoon de zonneparken overal tevoorschijn komen. Je ziet overal windmolens om je heen. Je ziet ze echt overal nu. En dit gaat alleen maar erger worden. Wat je dus nu juist moet doen, is juist verzetten. Want nu is het punt dat concrete plannen worden gemaakt en worden uitgevoerd. Nu kan je dus je ook verzetten. Je kan een klacht indienen. Je kan aangeven bij de gemeente dat je tegen bent. Dat je tegen de komst bent van windmolens, van zonneparken. En er is ook heel veel weerstand op lokaal niveau. Daar waar mensen doorhebben wat er gaande is. En wat ze willen doen in een gebied, daar zie je de weerstand van de lokale mensen. Maar het is belangrijk dat, ja, dat zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust zijn van wat er gebeurt in jouw omgeving. Ga onderzoek doen. Kijk, wat is het plan van jouw gemeente? Wat zijn de plannen op klimaatgebied? En dan zul je zien dat er plannen zullen zijn waarin allerlei windmolens komen te staan en zonneparken. En dit is niet goed voor de natuur, niet goed voor de omgeving, niet goed voor onze eigen rust. En er zijn heel veel andere manieren. Zonnepanelen, die hoeven niet als parken over weilanden heen te komen. Die kunnen gewoon op allerlei daken. Er zijn genoeg daken in Nederland, genoeg andere locaties. Zoals langs de snelweg, als een overkapping of wat dan ook. Er zijn allerlei mogelijkheden om heel veel zonnepanelen te plaatsen. Daar hoeven we niet landbouwgrond, mooie weilanden, mooie natuur voor op te geven. Dus weet je wel, er is gewoon veel meer mogelijk. Laatst is er ook een onderzoek geweest naar biogas bijvoorbeeld. En zo zijn er allerlei alternatieven die veel minder impact hebben op de omgeving en op de natuur. Als je kijkt naar de onderwerpen die momenteel spelen, Black Lives Matter, dan gaat niks veranderen. Het is een probleem. Men heeft het over racisme. Nou ja, racisme dus zal blijven bestaan en Black Lives Matter die zal niks veranderen behalve misschien bepaalde positieve discriminatie bevorderen, wat ook gewoon discriminatie is. En verder corona. Ja, corona is ook gewoon een feit, fact of life. En wat er gaat gebeuren is, of er komt een vaccin en dan zijn we daar aardig van af. Of het komt er niet en dan hebben we gewoon nog mee te maken. En dan moeten we ons steeds aanpassen. Maar wat heel veel invloed heeft op jouw directe omgeving, dat zijn deze klimaatplannen en deze plannen voor het plaatsen van windmolens en zonneparken in jouw directe omgeving. Hiermee komt jouw omgeving er compleet anders uit te zien. En er zijn ook heel veel soorten klachten die komen van windmolens. Ik heb recent nog een opmerking gehad over een bepaalde
lage, constante geluid. Wat constant bromt. Een soort van, ja, weet je, een soort van bijna onbewust, maar toch aanwezig geluid. Wat constant afkomt van windmolens. Je hebt het over slagschaduw. Je hebt het gewoon over de horizonvervuiling op zich. Weet je wel, er zijn heel veel zaken die heel schadelijk ook nog kunnen zijn voor de gezondheid. En daar is nog heel weinig onderzoek over. Maar als je zo een beetje kijkt naar van de effecten van de windmolens, van de wieken, wat het allemaal teweeg brengt, waar men nu eens een beetje aan het begin van het onderzoek bij je van staat, dan zou dit wel eens heel erg problematisch kunnen zijn voor ons ook als mensen, als we die in onze directe omgeving hebben. Dus dit is wel degelijk iets waar we op moeten blijven letten, waar we heel scherp op moeten zijn en waar we ook op moeten reageren als deze plannen zijn in onze omgeving. Het is belangrijk, het blijft belangrijk voorlopig zolang deze plannen nog bestaan. Dus blijf alert, verzet waar het kan en spreek de gemeente aan. En dan hoop ik dat we met z'n allen een mooie en groene toekomst hebben. En niet eentje vol met betonnen grijze windmolens en zonneparken. Oké, dat was voor vandaag. Zie je volgende keer weer in de volgende video.